Mijn favoriete grondsoort is zand eigenlijk. Want dat is altijd lekker stevig. En je wordt er niet zo smerig van als je het vast moet pakken. Geotechnisch ingenieur is een persoon die bezig is met grond voornamelijk. En ja, bouwt met grond en bouwt op grond. En ik ben dan voornamelijk in de offshore bezig. Dus ik ben voornamelijk bezig met funderingen in de grond. Voor platformen of pijpleidingen of dat soort dingen. Dus twee delen. Ten eerste de offshore gedeelte. Dus dan ben je echt op een boot. En dan ja, verzamel je data door samples omhoog te halen. Als dat dan een beetje allemaal gedaan is, dan ga je naar kantoor. En dan verwerk je nog meer. Dan krijg je ook nog meer data vaak van land. In het laboratorium wordt dan bijvoorbeeld meer testjes gedaan. Zodat je nog meer informatie hebt. Dat je een beter beeld krijgt van wat daar is. En dan ga je daar je advies op baseren. Van, nou, ik denk dat er ongeveer palen van 10 meter of 200 meter soms zelfs moeten komen op die plek. Als je dat daar wil bouwen. Ik ga ongeveer 70 dagen per jaar offshore. En dat kan dus ongeveer 6 weken achter elkaar zijn bijvoorbeeld. En dan een aantal kleine klusjes of allemaal kleine klusjes bij elkaar geschraapt. Ik ben in Azerbeidzjan geweest. Heel leuk project. Dat was voor een grote oliemaatschappij. Daar is de ondergrond heel moeilijk. Want er zijn onder water heel veel aardverschuivingen geweest en dat soort dingen. Dus dat maakt de condities heel uitdagend. En we hebben allemaal verschillende soorten testen gedaan. Niet echt standaard. En het was leuk omdat je op kantoor ook weer best wel moest puzzelen eigenlijk. Om te kijken van, nou, wat voor eigenschap heeft het nou eigenlijk en wat moet ik nou doen zodat het wat zij daar willen bouwen zeg maar blijft staan. Ik denk dat je wel flexibel moet zijn en ja, we werken veel met data, dus je moet wel een kritisch oog hebben. Kijken of het resultaat wat je boven hebt gehaald wel echt bereikbaar is. En vervolgens ook een heel plaatje ervan scheppen, dus je moet een beetje analytisch zijn. Ik vind grond heel leuk en het is net een team met jonge mensen en je komt nog eens ergens en veel internationale contacten eigenlijk, veel collega's die zijn niet Nederlands, dus je leert heel veel van elkaar ook op niet werkgebied en dat vind ik een aantal grote pluspunten.